Goedenavond. Deze tv-show wordt een afscheidsfeestje. Want wij gaan op onze manier afscheid nemen van Medisch Centrum West de komende drie kwartier. En bij een afscheidsfeestje hoort een band, de Midland Big Band, onder leiding van Gert-Jan van den Dolder. Wat 7 jaar geleden begon als een door de geleerden hevig bekritiseerd stuk drama, groeide uit tot de langslopende en meest bekeken televisieserie uit de Nederlandse geschiedenis. Een nationaal fenomeen, kan je zeggen met enige overdrijving. Met fans in alle sociale klassen, van hoog tot laag. En nu bijna 6000 uur televisie verder en 900 acteurs en figuranten verder, valt dus het doek straks bij aflevering 100 voor Medisch Centrum West. Nou is het zo met al die acteurs en die actrices, als die jarenlang elke week bij jou op bezoek komen, dan heb je toch de indruk dat ze heel vertrouwd zijn, dat je ze kent. Maar dat gaan we nou juist de komende drie kwartier onderzoeken, want 1% van die 900 medewerkers aan Medisch Centrum West hebben we hier. De tafel van 9, zeg maar. 9 van die 900 acteurs, actrices en figuranten. Wie bijvoorbeeld zitten er achter zuster Reinie en achter die interniste dokter Meeuwis? Hier zijn Margreet Blanke en Guusje Eybers. Symbolisch leggen zij vanavond allemaal hun werkkleding af, want vanaf nu valt het doek voor Medisch Centrum West. Nou hebben we net aflevering 99 gezien. Jij hebt kanker en hebt een pruik op. Dick houdt de foto's nog even bij je weg. Er ligt een vrouw in bed te klagen over het feit dat haar man vreemd is gegaan, maar volgens mij is zij het. En misschien nog de allerergste ellende, dat is dat Erik Koning belooft aan zuster Ingrid dat hij op de huwelijksnacht heel erg zijn best zal doen. Is dat niet veel ellende voor één aflevering? Ja, als je het mij vraagt, ja, dan zeg ik ja. Ik vind het eigenlijk al vanaf het begin dat er zo vreselijk veel in één aflevering zoveel ellende zit en zo weinig om te lachen. Ja, maar ellende hoort bij een ziekenhuis natuurlijk. Jawel, maar er horen ook leuke dingen in een ziekenhuis. Ja, die zaten er in het begin wel in, hè? Toen waren er meer grappen dan tegenwoordig. Ik heb de indruk van wel, ja. Nou hebben we hier een foto van je. Welke van de twee ben jij? Hij is heel erg klein. Ik weet niet eens of de camera erbij in de buurt kan komen. Ben jij de linkse of de rechter? Ik ben de kleinste. Wat voor meisje was jij? Ik was heel lief, een heel lief meisje. Ik speelde altijd met poppen en ik tekende. En mijn zusje pestte me altijd. En je was dochter van een binnenschipper, hè? Ja. Betekent dat je van de ene school in die tijd nog naar de andere gestuurd werd? Ja, wij zaten niet op een internaat. De meeste schipperskinderen zitten op een internaat, wij niet. Dus wij gingen in elke plaats waar we een paar dagen lagen, gingen wij naar school. Gewoon naar een dorpsschooltjes. En, Hoeveel scholen heb je gehad? Hoeveel lagere scholen? Nou ja, misschien wel een stuk of 30. Kon jij je herkennen in de interniste Astrid Meeuwis? Is dat iemand die dicht bij jou staat? Van binnen wel een beetje. Maar ik vond dat ze op een gegeven moment een beetje te truttig werd. Is een truttig figuur toch interessant om te spelen? Dat kan het wel zijn, maar dan vind ik het leuker om het te overtrekken. En nu wordt het een soort degelijkheid. Zo'n vrouw die het altijd goed doet. Erg saai vind ik dat. Ja. Nou heb je prachtige rollen gespeeld bij de Haagse Comedie. Je hebt daar 10 jaar gezeten, ruim 10 jaar. Hm. En je zei altijd, eigenlijk te lang. Waarom? Ik ben een beetje een tweeslachtige figuur. Aan de ene kant hou ik van uitdagingen. Aan de andere kant ben ik er ook een beetje bang voor. En dat leidt soms tot te lang ergens blijven hangen. Dat geldt voor werk en verhoudingen en al die dingen. En dan weet ik eigenlijk al dat ik iets anders moet gaan doen. Maar dan zijn er altijd wel
dingen waarom het nog wel leuk is. En zo kun je jezelf eindeloos voor de gek houden. En dan mis je toch altijd weer die uitdaging die een nieuwe weg inslaan of een risico nemen met zich meebrengt. Ja, dat tweeslachtig is behoorlijk kenmerkend voor je, want je hebt een hekel aan praatprogramma's op televisie bijvoorbeeld, maar zou er dolgraag één willen presenteren om maar iets te noemen. Ja, dat lijkt me leuk. Zo zit het wel ongeveer. Ja. Je hebt dus alleen lagere school gedaan, begrijp ik uit je verhaal. Ja. Is dat iets wat je blijft achtervolgen? Je bent op je 14e al gaan werken. Hou je iets van, had ik maar meer kans gehad? Dat heb ik nu een beetje overwonnen. Maar ik had er in het begin had ik daar wel last van. Ik had altijd het idee dat ik achterbleef bij andere mensen. Dat ik minder wist, dat ik over minder dingen mee kon praten. Dat zat natuurlijk ook heel erg hier, maar... Dat heb ik nu niet meer. Ik heb nu het gevoel dat ik ook zoveel levenservaring, daardoor ook door die jaren dat ik gewoon baantjes moest doen, dat ik daar eigenlijk zoveel van heb geleerd, dat eigenlijk niet minder is dan die middelbare schoolopleiding. Je hebt een wonderlijke auditie gedaan voor de toneelschool, hè? Want je sprak zo plat als een dubbeltje doen, hè? Plat Rotterdams. Ja, kan je het nog of niet? Nou, ik geloof het wel. zeg maar, vraag me wat. Ik zou je wel antwoord geven. Hij hoort helemaal niks meer van. Word je dan toch aangenomen? Ja, blijkbaar door mijn grote talent. Precies, natuurlijk. Dat zal het geweest. Nou, is het nou een belemmering om in zo'n populaire serie te spelen als je gedaan hebt? Ik heb recensies gelezen toen je een heel ander stuk in het theater deed, Lusten en Lasten. En dan komt natuurlijk altijd die figuur van Reini weer in die recensies boven water. Is dat zo? Nou, dat is natuurlijk alleen voor de domme recensenten die niet weten dat ik ooit 25 jaar lang op toneel heb gestaan. Dan staat er op een gegeven moment in een krantenkop, zuster Reini doet raar. en dan denk je bij jezelf... Heb je ziel en zaligheid in een rol gelegd? Ik heb 24 jaar heb ik van de meest uiteenlopende rollen gespeeld. En nu ben ik ineens zelfs in een theaterstuk, zuster Reini doet raar. Dus ja, dan moet je eigenlijk je schouders ophalen en denken van... Nou ja, zo'n man moet je eigenlijk meeleid mee hebben. Die weet gewoon niet beter. Nee, dus het is een onbelangrijk misverstand in feite. Want het leeft maar bij een hele kleine groep. Ja, het leeft bij een hele kleine groep. En ik denk als ik een andere rol zou spelen... dat zuster Reini dan ook heel snel weer weg is. Hoor. Ja. Jij hebt wel goede kritieken gekregen op een stuk wat je zelf ook geschreven hebt, hè? Dus het hoeft elkaar niet in de weg te zitten. Nee, maar ik probeer zelf die twee dingen te combineren. En dus dat gebeurt ook met een zekere regelmaat. En misschien is dat... En ik heb ook natuurlijk niet zo lang ingezeten. 4 jaar, dat is... Niet alle recensenten zijn dom, wil je zeggen. En niet alle recensenten zijn dom, gelukkig. Een meerderheid. Maar, een van de meest verrassende ontwikkelingen van de afgelopen weken in Medisch Centrum West... is wel dat die twee aartsrivalen, dokter Erik Koning en zuster Ingrid... toch op het punt staan met elkaar te trouwen. En zoals ik in het begin al zei, hij heeft beloofd om haar in de eerste huwelijksnacht niet teleur te stellen. Kijk hoe dat straks in de laatste aflevering afloopt. Hier is dokter Erik Koning en zuster Ingrid, oftewel Rob van Hulst en Annemiek Verdoren. Rob, was het leuk om jarenlang die gluiper te spelen? Ja, heerlijk. Ik heb er zo van genoten, maar... Heb je het zo goed gedaan dat mensen, zoals bij theater staan ze dan buiten... Heb je het zo goed gedaan dat je ook gebeld werd en zei je rotzak? Nee, maar ik heb nog wel één leuke kleine anekdote. De laatste opnamedag, toen kom ik aanlopen en ik was echt heel verdrietig en chagrijnig... en ik ben ook niet de knapste, dat weet ik ook wel. En toen stond er bij het ziekenhuis van Lelystad een mevrouw in trainingspak van een jaar 35. Vrij fors. En die zei tegen haar man, in de derde persoon, dat ik het nog net kon horen van... Nou, het echt ziet hij er nog veel lelijker uit. En toen liep ik terug. Ik zeg, nou, ben blij dat jij het zegt en niet een lekker wijf. En die kwam er echt achterna bijna. Dus... Je hebt wel eens gezegd, ik wil mijn tijd heel goed besteden, Rob. Want ik heb de indruk dat ik niet ouder word dan 40. Wat geeft je dat idee? Nou, ik begin hem te knijpen, want ik loop nu tegen de 40. En ik leef er nogal op los en... Ik ben toevallig vorige week gestopt met drinken, dus ik ga het wat rustiger aan doen. Goed, dus het wordt misschien toch nog wel 80? Laten we het hopen. Maar het zit niet in mijn familie, dus. Heb jij een jetlag, Annemiek? Want jij komt nu net uit Australië, geloof ik, hè? Ja, nee. Door de energie hier in de zaal gaat dat heel goed. Goed, want je bent getrouwd met een Australiër, woont in Portugal en neemt nu afscheid. Dat is wel emotioneel heel veel tegelijkertijd, hè? Het is niet te harde. Nee. Kan je makkelijk afstand nemen van het acteren? Want ik neem aan dat je in Portugal zit, dat je daar voorlopig blijft. Ja, maar ik hoop veel terug te komen voor eventueel werk hier of daar in Portugal iets te vinden.
En ik zou het wel zin om missen. Ja, af en toe dan krijg ik wel even zo'n flits van... dus misschien speel ik wel een half jaar niet of zo en dan... Ja, want je hebt wel eens gezegd, niets lekkerder dan een mooie rol spelen. Nou, mooie rol, mooie scène ben ik wel heel tevreden hoor. Ja? Over mooie rollen, die moeten nog komen. Voelde jij je verwant met zuster Ingrid? Want het is toch een figuur die natuurlijk 7 jaar lang je leven heel erg gaat bepalen. Ja, maar ik heb er behoorlijk naar mezelf gezet. Dat is wel lekker, want als je elke dag een typetje moet gaan spelen... dan denk ik dat je helemaal gek wordt. En het is heel leuk om je eigen emoties en je eigen ervaringen in een rol te spelen... die heel erg dicht bij jezelf in de buurt ligt. Dus, want in het begin was ik een lellebel. Ik had weliswaar nog nooit een man gehad volgens mij, maar ik was een lellebel van de serie. En dat is ook geloof ik 4 jaar gebleven, terwijl ik alleen maar Mark had gehad. Dus nou, na 4 jaar is dat stigma wel een beetje verdwenen en werd ik een heel integer persoon. Ja, en heel erg ordelijk, hè? Terwijl jij volgens mijn dagelijks leven behoorlijk chaotisch bent of in ieder geval nou, kan zijn. Helemaal niet, hoe kom je daar nou bij? Ja, ik ben heel chaotisch. En ik was inderdaad, nou het was helemaal niet echt Annemieke, maar het kwam in de buurt, ja. Marja van de catering heeft altijd nog de beste herinneringen aan Rob van der Hulst. Want toen we haar belden, zei ze... je moet hem toch nog even vragen wat er nou was met die druiven. Dat was heel leuk, ja. Ja, ik speelde mijn rol af en toe buiten de scène ook een beetje door. En, heel af en toe. Nee, maar er stonden daar druiven. Ik zei, maar die druiven zijn gewassen. En ondertussen was ik die druiven aan het eten. Maar ik wist dat ze niet gewassen waren. Ik zei, ja, want ik krijg er altijd een vreselijke uitslag van. Dus ik naar Katja... De gymneuse. Ik zeg, smiet mij even wat rode vlekken en puisten en puppels. En een uur later ga ik naar... Ik zeg, maar je hebt ze toch wel gewassen? Want ik krijg er altijd een vreselijke uitslag van. En Maya kijkt me aan en die zag al die rode vlekken en zo. Die kreeg zo'n kop. Maar dat kun je alleen maar doen als je ontzettend goed met elkaar overweg kunt. En dat was zo binnen de team? Want dat wordt natuurlijk altijd gauw gezegd, hè, grote vriendenclub. Maar het is natuurlijk gewoon werk. Nee, ik durf stellig te zeggen dat dit een van de weinige series is geweest... waar wij echt heel goed met elkaar konden opschieten. Hoeveel andere series heb je gespeeld? Goed. Wat ik hoor, hè? Ja. Nou ben je toch een man van de practical joke, want je hebt een boek geschreven... en je geeft rondleiding over de Wadden, dat is inmiddels al 1000 keer verteld en ook duidelijk. Maar je hebt ook de technische crew, heb ik gehoord, ooit eens meegenomen naar de Wadden... om dat eens even van dichtbij te laten zien hoe dat daar is. Ja, pas nog eens een beetje uit de hand gelopen. We zijn tot 4 uur 's nachts doorgegaan en dat was heel leuk. Maar met name regisseur Nico Knapper heeft minder prettige herinneringen aan een van jouw grappen. Hoe zat dat? Ja, die heb ik ook wel eens verteld, maar ik ken daar natuurlijk heel veel dames achter de ramen. En ik vertel ook regelmatig wat over gevelstenen, dus dat mensen iets meer naar boven kijken. En ik had met een van die meisjes afgesproken, bijzonder mooie vrouw trouwens, dat ik daar met een meneer zou staan en die meneer rechts van mij, die heette Nico. En ik ging zogenaamd iets vertellen over die klokgevel. En ik ging natuurlijk zo'n beetje bij Nico staan. Gewoon leuk, vind je de rondleiding leuk en zo. En toen ging ik wat vertellen. En toen kwam dat meisje opeens naar buiten en die zei van... Hé, hey, Nico! Nou, ja, dat is mooi. En met een tomaat, hè? Dat, ja. Ik kan me voorstellen. Eén vraag voor jou, Rob. Is het nou waar dat het bij volle maan veel drukker is op de Wadden dan anders? Of is dat een mythe? Nee, je begint toch steeds weer over die Wadden. Nee, dat is echt zo. Ik wil totaal geïnformeerd raken vanavond. En eind van de maand al. Ja. Stop een stuk drukker. Goed. Verpleegkundigen zijn natuurlijk heel belangrijk in zo'n serie. We hebben er hier 2. Guus Tolhuis en Joy Vijver. Dat speelden ze. Maar het zijn de acteur en de actrice Martijn Apitulij en Perla Thiessen. Martijn, het meest verbazingwekkende vond ik jouw leeftijd. Want, en nu ik je weer zie, denk ik ook nog steeds, nou 6, 27 maximaal. Maar je bent hoe oud? Moet ik nog zelf zeggen ook weer. 45 wel. Ja, zie je, dat is, ja. Is dat een nadeel als je acteur bent? Want voor grote rollen, heb ik wel eens begrepen, moet je toch een getekend macho hoofd hebben? Ja, daar werk ik af en toe ook aan om heel erge dingen te beleven, maar er gebeurt niks. Rob kan daar misschien bij helpen, begrijp ik. Ja, ik ben ook wel eens met hem doorgezakt, maar geen kraaienpootje erbij. Wat is je eerste grote acteerprestatie, hè, Medisch Centrum West? Als je het over televisie hebt wel, ja. Geeft dat zelfvertrouwen als je in zo'n serie staat en zo bekeken wordt? Ja, soms wel, soms niet. In het begin had ik veel moeite mee. Was ik zeer onzeker. Kan je er ook aan afzien.
Elke 10 seconden had ik ongeveer 50 gezichtsuitdrukkingen. Dat is wel. Je wou er veel in stoppen. Ik geef alles. Ja. Ja. Ik heb je hier als oude violist. Hier ben je waarschijnlijk 35. Maar de basgitaar is je grote puberteit, ja. Je basgitaar is de grote hartstocht, hè? Ja, dat is. Ik vind viool een verschrikkelijk moeilijk instrument om erop te swingen. Er zijn er maar een paar die dit echt goed kunnen. En je begon basgitaar te oefenen op de cello van je moeder. Hoe gaat dat? Ja. Nou, heel simpel. Zoals je een basgitaar vasthoudt, alleen overdwars. Dus het is een stevige baby die dat vasthoudt. En dat vond ze wel prettig dat het met haar cello gebeurde? Weet ik eigenlijk. Nee, volgens mij vond ze dat niet prettig. Dat mocht niet. Nee, dat was natuurlijk niet goed. Jij bent pas op je 29e met toneel begonnen, hè, Perla? Ja. Waarom pas zo laat? Acteerlessen volgen. Nou ja, voor die tijd wist ik eigenlijk niet wat ik allemaal moest doen. Nou, ben je verpleegkundige geweest? Ja. Hè, jarenlang. Ja. Dan heb je waarschijnlijk ook automatisch artsen in je omgeving. Die gaan dan ook naar zo'n serie zitten kijken. Ja. Werd vanuit die hoek die serie nou niet hevig bekritiseerd? Nou, vorige week zei nog iemand, een kinderarts in AMC, die zei van ja, die borstfoto's die hangen steeds verkeerd om. En ik zei nou, ik heb de laatste keer heb ik nog echt gevraagd van hangen die borstfoto's nou goed? Ja, daar letten ze echt op. Nou, was jij een van de acteurs en actrices die het meeste moeite had, heb ik van de set begrepen, met alle medische termen, hè? Ja. Maar er werd ook wel met. Soms was Medisch Centrum West namelijk wel heel erg medisch. Laten we even kijken hoe medisch. Nou, we gaan je uitgebreid medicamenteus behandelen. Medicijnen dus. Je krijgt een cedokaart, je krijgt een beta-blokker. En als je dan toch pijn in je borst krijgt, dan neem je een pilletje hiervan, leg je onder je tong. Heb je iets gevonden? Ja, bij auscultatie van de longen, linksboven voor. Bronchiaal adem met enkele crepitaties. En bij palpatie hoorde ik duidelijk versterkte stemfremitus. Ja. Ik heb goede hoop dat we wat kunnen doen met een combinatie van vincristine en cisplatina. Wat zeggen wij weer? Nou, normale klachten. Beenmergdepressie, doofheid, neuritis, braken. En de toxiciteit is geen probleem? Nee. Kijk, elke cisplatina toediening doe je samen met een geforceerde diurese. Waarom geef jij de voorkeur aan een pneumectomie? Ik vind een lobectomie te krap. Ja, daar zit wat in. Hoe is het met je zoon? Virale meningitis. Zo. Nee, de koorts wordt weer veroorzaakt door de Brucella melitensis. Dat is een bacterie die vooral in geitenmelk voorkomt. Er zit wel een klierpakket onder de lever. En de pancreas is moeilijk te zien. Het kan dat een exsudaat de long heeft losgewoeld van de thoraxwand. Het longweefsel wordt dan gecomprimeerd, terwijl de grote bronchi open blijven. En dat verklaart het bronchiaal ademen bij een exsudaat? Geen fladde thorax. Totale dwarslees normaal heen. Ziet er erg beroerd uit. We zullen toch moeten proberen om operatief te decomprimeren. En die fractuur die te repareren. En het coma ophelderen als dat lukt. Wat hebben we vanmiddag? Meniscus en een appendix, is het niet? Nou, ik kan best begrijpen dat het af en toe heel erg lastig is. Maar bij de geboorte van een baby hoef je dat allemaal niet te weten. Je derde kind komt eraan, hè? Ja, hoe lang in nog? April. Nog 2 maanden. Een echtpaar nu. Hij is al lang overleden, maar bij televisie kan alles. Dat weet u inmiddels, dokter Victor Brouwer. Hij is hier nog 1 keer met zijn vrouw, chirurg Lisa Messing. Dan zijn hier dus Anja Winter en Bram van de Vlucht. In de categorie jeugdfoto's. Wie ben jij? Deze, volgens mij. Ja. Wat voor meisje was jij vroeger? Bedeesd, verlegen, heel lief. Heel romantisch. Ja. Ja. Wie was jij, Bram, vroeger? Die zoon met 2 benen, die ben ik. Die andere is meer. Dat vroeg je niet. Nee. Jij was al heel jong iemand die wist dat hij aan toneel wilde. Hè? Je zei op je 10e al tegen de meester, mag ik alsjeblieft meespelen? Ja. Ja. Waarom ja, vond ja. je dat toch zo belangrijk? Ja, dat is natuurlijk pure ijdelheid en het najagen van wind. Dat is dat willen. Het was niet op mijn 10, het was op middelbare school. Ik was 14. En ik wou ontzettend graag en ik mocht figureren in de jaarlijkse uitvoering. Ik vond dat het einde. Ik vond het, ja, wat is dat? Nou ja. En nog, hè? Je wil nog niet anoniem door het leven. Je zou geen anoniem soort werk willen doen. Nee,
Dat is, ik wil heel graag anoniem zijn en dan daarnaast weer op het toneel staan. En dan ook weer eruit. Het is allebei maar een beetje. Ook een vorm van ijdelheid? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar er komt dan bij dat je op een gegeven moment merkt dat je het ook wel een beetje kunt. Anders was ik natuurlijk, die ijdelheid had ik al opgegeven. Nou speel je nu in de Boeken der Kleine Zielen, hè, van Couperus. Twee avonden zelfs, is in twee delen dat stuk. Nog even terug op die recensenten waar we het over hadden. Is het dan het type recensent in Nederland dat je dan vergeeft dat je ook Medisch Centrum West doet? Werkt dat zo in Nederland? In Kleine Zielen is er niet aan gerefereerd, maar ik heb hiervoor een stuk gespeeld, het heette Bobby Fischer. En dat vonden er één recensent ook, vond dat zo prachtig, dat hij zei van ik vergeef hem daarom Medisch Centrum West. En die kritiek heb ik dus snel verscheurd. Dat vond ik dus echt minder waar. Maar wat is dat dan toch in Nederland? Dat is neerkijken op soap. Hoe het ook gemaakt is, waar het ook over gaat. Dat zijn verschillende circuits. Dat is niet bij iedereen en steeds minder. Maar dat, bij dat soort toneelrecensenten, waar Margreet het net ook over had. Ja, en daar heb je ook verder niks. Niemand heeft er wat aan dat die mensen schrijven. Alleen zijzelf. Jij speelde op je zesde al voor de buren, hè? Voor de kinderen uit de buurt. Wat speelde je dan voor rollen? Altijd de hoofdrol. En, dat sowieso. Ja, en ik maakte het zelfs. Ik was een boze heks of ik was weer een van de verpleegsters, was ook altijd wel. En dan moest ik allemaal zieke kindjes. Maar mijn moeder werd er dus echt knetterig van, want die moest dus echt om die kinderen heen springen eigenlijk om naar binnen te komen. En ik vroeg er ook altijd een cent voor of een stuiver of een knikker. Dus ik was ook best zakelijk. Wie geen witte jas meer aan had het laatste jaar, maar wie toch niet mocht ontbreken vanavond. Hij is inmiddels in allerlei andere series al te zien geweest. Dokter Jan van der Woude, toch een hele grote rol gespeeld in de serie. Hier is Mark Klein-Essing. Wat heb jij nou uiteindelijk aan deze serie te danken, Mark? Alles. Mijn hele leven. Ik heb eraan te danken mijn vrouw, Caroline van den Berg, met mij getrouwd. Die heb ik ontmoet, ik geloof zelfs op de eerste lezing, dankzij Anja. Anja wist er al een beetje van, die heeft een beetje voorgekookt allemaal. Het is toch ook nog gelukt. Ik heb mijn, en dan de rest, het huwelijk. Ik heb een zoontje gekregen en komt er nog eentje aan. Zo. Prachtig, ja. Dus de serie is heel belangrijk voor jou geweest. Ja, totaal. Dan zat je 8 jaar geleden ook al een keer bij mij in het programma. Dat was een van je allereerste televisieoptredens. Wat is er in die 8 jaar in jou veranderd? Is dat aan te geven? Nou, ik ben nog net zo zenuwachtig. Ja, absoluut. Het is altijd zo dat, het is natuurlijk veel veranderd. Het was toen het eerste optreden. Jij was voor mij een enorme grote bekende Nederlander, ben je trouwens nog steeds. Maar het was dus, ik zat er samen met Erna Sassen en ik weet nog goed, het ging over een trui. Caroline had toen gezegd van, nou, ik zeg, wat moet ik aantrekken? Een blouse, niet te stijf, een blouse of een trui, want ik had ook niet zoveel meer als één blouse en een trui. En toen zei ze, dat moet dan maar die trui zijn. Een trui van 25 piek, geloof ik. Een groene kooltrui was dat, weet ik nog heel goed. Ja, ik weet dat wij daar nog weken over vergaderd hebben, over die trui. Ja. Na de hand zeiden, was er ooit nog een gast met die... Enfin, laat maar zitten. Ja. Je was niet heel erg zelfverzekerd toen. Nee, nog steeds niet. Maar het bijgeloof geeft je steeds meer zelfvertrouwen. Dat bijgeloof in jou blijft intact, hè? Ja. Voor de show bijvoorbeeld moet ik lak schoenen aan. Want ik heb een smoking aan, dat hoort er eenmaal bij. En die heb ik 3 jaar lang gedragen, die schoenen. Toen wisselde ik een keer, want ze waren gewoon versleten. En ik moest ook een nieuwe sok hebben, geloof ik. En een nieuwe machete knopen. En na 3 jaar... Ja, daar gingen de kijkcijfers, ja. Die show ging voor mij ook meteen verkeerd. Je kan maar 1 ding tegelijkertijd wisselen. Of een paar schoenen, maar niet nieuwe schoenen en nieuwe sokken. Nee. Dat kan gewoon niet. En nu heb je geen machete knopen? Nee. Dus het is een vrij riskant ondernemen voor je. En een horloge heb ik. En het horloge dat staat nu al 1 jaar op 4 uur. En dat heb ik altijd om. Dus je ziet ook in de oudejaarsloterij, geloof ik, doe ik een spel met Anita Meijer en René Vroger, dan wijs ik iets aan, dus ik moet heel duidelijk op 4 uur staan. Ja, ik riep nog, het is niet live, maar het bleek toch live. Ja, het was 4 uur. Ja. Nou, behalve dat er goede acteurs moeten zijn en een goed script, is de muziek ook vaak heel belangrijk. En dit was dat prachtige nummer uit Medisch Centrum West. Thank you.
Regelmatig leek het alsof het onze dagelijkse werkelijkheid was geworden, hè, die serie. Want op een gegeven moment ontstond bijvoorbeeld zelfs de actiegroep Maak Reinie Lesbisch, hè? Ja. Waarom was dat ook weer? Nou ja, er was dus één vrouw. Die vond het nodig dat er eens een, iets kwam over lesbische vrouwen. En die heeft toen een actiegroep opgericht. Bestaande uit één vrouw. Die actiegroep heette Maak Reinie Lesbisch. Ja, en heeft dat effect gehad op het script of niet? Nee, want het gekke is dat de schrijvers op dat moment eigenlijk al bezig waren met zoiets te bedenken. Dus het leek of de actiegroep succes had, maar het was al geregeld. Het was al geregeld, ja. Het was toch heel raar, hè? De werkelijkheid ging door de fictie heen, zeg maar. Want jouw buren bijvoorbeeld, Perla, spraak je erop aan dat je zo opstelde in die serie, hè? Hoe zat dat? Ja, vanwege Arend Jan, dat ik zo truttig en gewillig naar hem toe was. En hoe kon ik met zo iemand een verhouding beginnen? Dat vonden ze onbegrijpelijk. Die zulke racistische dingen zei. Ja, precies. Ja, en dan dat ook, heb ik ook nooit begrepen. Nee, ook. Maar ook vrouwen die me aanspraken op straat van... wat zie je toch in die man? Wat zag je in die man? Nou, laat maar zien. Ja. Anja, bij jou was het ook zo. Jouw moeder werd zelfs op straat aangesproken door iemand die zei... Wat is dat voor een raar mens, die dochter van jou? Ja, want ik heb heel veel mannen in die serie gehad. Het is echt ongelooflijk. Hoeveel? Nou, ik weet het niet meer, 5 of 6 of zo. En elk jaar. Eén per jaar. Elk jaar één. En die vrouw die was echt kwaad. Die zei, die dochter van u, dat kan niet. En moeder zei, maar dat speelt ze. Mijn dochter is helemaal niet zo. Nou, ze moest eens weten. Dat weet ze nu dus dan waarschijnlijk. Rob, jij kreeg veel brieven. Ja. De dingen die daarin staan, kan ik me voorstellen, waren ook vaak serieus. Ja. Mensen die iets zien in die serie, trek je dat aan? Ja, deed je daar iets mee? Ja, in het begin wel. Dan schreef ik hele uitgebreide brieven terug. Maar dan krijg je dus een soort dialoog die niet meer ophoudt. En ik ben ooit eens een keertje in die serie naar een dame van lichte zeden geweest. En toen kreeg ik een brief van een meisje die schreef van... Ja, jij speelt dat nou wel, maar het komt vaak voor. Want mijn moeder ligt 's nachts te huilen in bed omdat mijn vader regelmatig naar de hoeren gaat. En ik heb die kinderen een keertje uitgenodigd en we zijn een artist geweest. En toen had ik zoiets van, hé, dat moet je toch maar van je afzetten. Maar daar reageerde je wel op dan? Mensen associëren het enorm met wat er gebeurt. Ja. En er is een vaste groep mongoloïde kinderen die schrijft met jou, hè? Want op een gegeven moment zat er zo'n groep in. En die tekeningen zijn geloof ik voor jou gemaakt, hè, Bram, deze? Ja, voor Anja en mij. Dat, Martijn, ja. Ja, wij hadden scènes met een zoon van mij die niet goed was. Een oude die ik jarenlang had ontkend dat hij er was. En door Lisa komt Victor weer in contact. Gaan we samen naar die jongen toe. En daar was dus figuratie nodig. In dat tehuis. En daar hadden ze een heleboel Mongoolse kinderen en volwassenen gebracht. En die hebben daar, niet alleen dat zij er de dag van hun leven hebben gehad, 2 dagen trouwens, maar wij kregen ook de dag van ons leven, want ze waren zo ongelooflijk buitengewoon betrokken bij wat er gebeurde. En deze jongen, die Martijn, die tekende dus alles wat hij zag. Dit is dus de recreatiezaal waar ze de hele dag moesten verblijven. De bar en de wc. En hij tekende alles. Het bleef gewoon en de hele dag tekenen. En heel mooi en heel fantastisch. En ik mocht ze ook hebben. Hij vond het helemaal geen probleem. En ze zijn zo indrukwekkend die tekenen. Ik heb een scène gezien waarin jij moest schelden tegen een van die kinderen. Ja. Kunnen ze dat hebben? Want doorgaans zijn die kinderen zo verschrikkelijk lief en aardig. Ja. Nou, er was een man van 50 geloof ik, hè? Kees. En die was de hele dag zware check aan het draaien. Stapels met checkjes die hij niet allemaal kon oproken. En die zat dus ook aan die tafel te figureren. En ondertussen hadden wij een scène met die acteur, Tom de Jong, die dus die zoon van mij speelde. Die was een acteur. En die zit in zijn rol de hele tijd met een cellofaantje te kraken en te doen en zo. En dat, Victor Brouwers, toch al heel gespannen. En op een gegeven moment valt hij uit. Hou er toch eens een keer daarmee op! En pakt dat cellofaantje. En dat gebeurt 1 keer, repeteren, nog een keer, take 2, take 3. En op een gegeven moment was Kees, die werd zo, ik weet niet wat hij werd, maar die ging zo huilen. Zo verschrikkelijk huilen. En al die begeleiders en allemaal proberen hem tot rust te krijgen. En dat lukte niet. En toen dacht ik van, nou, wie weet. Dus ik ging naar hem toe. Ik zei, kom eens Kees. En toen heb ik hem omhelst. Of hij omhelsde mij eigenlijk. En toen uitgelegd dat niet echt was. En dat ik eigenlijk veel van Tom hield, die acteur. En dat het gewoon nog een paar keer zou gaan. En toen was hij tevreden. Toen heeft hij ook de rest van de opnames heeft hij het aangezien. En begrepen dat het... Maar het was zo ontroerend. Je kan niet zomaar een beetje... Ik weet ook niet wat er in het verleden van die man zat. Een beetje gaan zitten schreeuwen tegen iemand... Nou ging er heel weinig mis, hè? Want als je zo'n programma als dit maakt, dan ga je natuurlijk enorm speuren naar wat er met name het laatste jaar fout is gaan. We hebben maar een paar hele kleine dingetjes kunnen vinden. Kijk er even naar. Oh.
John, ik moet je bekennen dat ik heel bang ben geweest dat je hier niet meer zou zijn. Ik ben echt blij dat ze goed is afgelopen. Ja, ik eigenlijk ook. Sorry. Zullen jullie alweer vergeten? Mevrouw van der Wouden. U ontdekte dat uw man een relatie had met dokter Koning. Eindelijk. Te leuk. Niet onlogisch dat een serie als deze heel veel fans had. En een paar hele bijzondere hebben we hier vanavond uitgenodigd. Chantal en Alice uit Dordrecht. Waar zitten jullie? Jij bent Alice, geloof ik, hè? Ja. Hoe oud zijn jullie? 19. Jullie lijken erg op elkaar, hè? Ja, we zijn tweeling. Ja, dat zag ik al een heel klein beetje. Hebben jullie nou alle afleveringen op video? Alle 99 en straks de 100ste ook? Ja, dadelijk komt de 100ste erbij, ja, inderdaad. Nou hebben jullie boeken mogen doorkijken en dan bleek eruit dat jullie heel erg op Rob van Hulst zijn, hè? Wat heeft Rob nou wat Martijn en ik bijvoorbeeld niet hebben? Ja, hij is gewoon lief. Hij is een hele lieve jongen. Klopt. Ja. Oh, mooi shot ook meteen. Voor helemaal verleden, man. En nou zit achter je volgens mij zo ongeveer de zuster van jou eigenlijk, hè? Van dokter Lisa. Het is geen toeval dat je er zo uitziet, hè? Nee. Ruik je ook zoals zij? Dat weet ik niet. Nee, dat wou ik nou even checken dadelijk. Jullie zijn twee studenten, Bianca en Esmeralda. Esmeralda zit naast je als het goed is, hè? Nou, dat ben ik. Oh, jij bent Esmeralda. Dan zit Bianca dus naast je. Jullie zijn heel erg, heb ik begrepen, op Anja en Annemiek, hè? Nou, we schrijven alleen met Anja, hoor. Maar je bent toch ook wel een beetje op Annemiek? Ook een beetje op mij, toch? Ja, ja, ook ja. Op Annemiek. En hoe schrijf je dan met Anja? Nou, we schrijven nu zo'n 3 jaar brieven. Ja, de langste was 56 kantjes. En schrijft Anja dan een half kantje terug? Nou, ze schrijft wel terug, maar geen 56 kantjes. Nee, maar wel altijd? Nou, we hebben wel meer geschreven dan zij terugschrijft. Maar ja, ze heeft natuurlijk wat minder tijd dan zij mij. Ze heeft hartstikke druk natuurlijk, hè, altijd, ja. Nou zijn die fans, Margreet, natuurlijk niet altijd even leuk. Jij hebt wel eens een fan voor de deur gehad ook, hè? Dat kan ik me zo goed voorstellen. Je komt al die jaren bij ons in de huiskamer. Ik zou ook wel eens gewoon denken, ik ga er even langs. Gebeurt dat? Nou ja, ik heb dat dan 1 keer meegemaakt en ik vond dat heel erg vervelend. Want zo iemand heeft zich in het hoofd gezet dat zij iets met mij wil. En dat ik dus natuurlijk ook iets met haar moet willen dan. En die staat dan ineens voor mijn deur. Ja. En, was niet van de actiegroep. Ik heb door de politie weg laten halen, want ze wilde ook niet weg. Ze bleef maar om dat huis cirkelen en het was zomer. Ik zat in de tuin, dus ik werd echt een beetje angstig. Ik denk, dat mens blijft hier mijn hele leven verder om die tuin cirkelen. Dus ik heb de politie erbij gehaald. Rijk word je niet aan zo'n serie, hè? Dat is het meest verbijde misverstand. In Amerika hadden jullie allemaal ranches gehad. En, ja. En buitenhuizen, als er 1 afbrandde of 1 door een aardschok wegviel, geen punt, merk je niet. Dan ga je gewoon naar je flat in Brooklyn. Zo is het niet, hè, als je een topserie speelt op Nederlandse televisie. Je bent even rijk en ik kan niet sparen, dus ik jaag het er meteen doorheen. Ja. Het zit in andere dingen. Maar zoals als het nou in het buitenland uitgezonden wordt, hè, Perla, krijg je daar dan ook geld van? Nee, absoluut niks. Geen cent. Hebben jullie daar niet voor gevochten met z'n allen? Nee. Nou, we hebben een paar fragmenten van Medisch Centrum West in het buitenland. In Duitsland wordt het uitgezonden. Dat gaan we even laten zien. Een stukje Polen. En daar valt op dat 1 mannenstem doet alle nasynchronisatie. Moeten we even kijken hoe dat klinkt. Ook hoeveel vrouwen er ook in voorkomen. En Turkije. Even kijken hoe het daar uitgezonden is. Een Woche überfällig moet dat nog niets betekenen. Bij mij schon. Du kannst bij mij die uur danach stellen. Ik maak een zwangerschaftstest. Kunnen we ons heute nog zien? Ja, ist gut, aber dann hier im Krankenhaus, denn ich bin mal wieder zum Sondernachtdienst verdonnert worden. Trifft sich doch prima. Ich war vor 4 Jahren nicht so. Wie Ingrid? Ja, nicht so eifrig. Ach komm, Irene, du? Ja, sie sagt, sie muss unbedingt einen Arzt heiraten. Hey,
Co to robisz? Przyszłam po pacjenta. Tak, ale to niemożliwe, jeszcze nie przyszedł do siebie. To przyjdę później. W tym ubraniu nie powinnaś tu przychodzić. Dobrze, proszę się odwrócić i oprzeć na kolanach. Kiedy ostatni raz oddawała pani mocz? Znowu pani zaczyna? Kiedy? Jakieś 2 godziny temu. Ważne jest, aby była pani rozluźniona, kiedy będę badać panią palpacyjnie. Co będzie pani robić? Zbadałem panią palpacyjnie. Włożę palec do pani odbytu, żeby sprawdzić, czy nie ma zmian. Nie życzę sobie pani Molenar. To należy do niezbędnych badań. To obrzydlistwo proszę zachować dla siebie. To naprawdę konieczne. Tak, ale nie pozwolę. Böyle bir şey benim başıma gelseydi yapardım bilmiyorum. Ne? Eğer bir göğüsüm alınacak olsaydı. Kadınlar bunu da kabulleniyor ama erkekler bir türlü kabullenmiyorlar. Tabii, erkekler onun karşısına buluyorlar. Kusura bakma ama yani. Ne saçma bir düşünce böyle. Önce sen başladın. Konuyu lütfen değiştirelim. Hemen bu kadar sinirlenmenin hiç de gereği yok. Ne zaman bir şey desem hemen kötüye alıyorsun. Bunun sebebi de ben değilim, sensin. Lütfen ağzını kapatır mısın? Maar dachten wij, als je deze lijn nou doorzet, stel nou dat er binnenkort vanuit Japan en vanuit bijvoorbeeld Friesland belangstelling komt voor MCW voor een speciale versie. Even kijken hoe dat er dan uit zou zien. Nandaka sugoku kibun ga waru in dakedo. Ittai nan no kusuri na no? Kore wa TIL saibou de watashi ga baiyou shita. Gan saibou wo kougeki suru no ga mokuteki nan da. Kouka wa sugu ni deru no? Umaku ikeba sugu ni kouka ga deru nda ga. Aoi aza ga aru ne. これはベッドから出ようとした時にそこにぶつけてしまって。それは多分頭痛と関係があるのじゃないか? Ik ga een heel aardig hotelje vinden. Ja. Voor uw huwelijksnacht. Huwelijksnacht? Erik, we kunnen toch echt gewoon bij mij thuis sliepen. Niks zeker op het uit van hoezerschermeke. Nee, we doggen iets uit, Gert. Ik ga een romantisch plakje voelen. Ingrid. Du machst er een beetje van genietje kin. Dat ken ik niet, Erik. Door wist dat ik dat net ken. We hebben nog een kleine we hebben 2 verrassingen eigenlijk nog aan het slot van jullie. In de eerste plaats hebben we voor 1 keer een tekst laten schrijven door Sylvijn Aarde. En het lied van Medisch Centrum West, afscheid van Medisch Centrum West, wordt nu eigenlijk alleen speciaal voor jullie gezongen door Sjoutje Smit en Danny de Munk. Is dit dan toch echt de laatste keer? Na 6 jaar zo'n wonderlijk idee. Jouw muziek hoor ik die nou nooit meer. MCW. Gek dat ik precies de weg nog weet. Naar elke zaal nu ik in gedachten door jou ga mijn dwaal. En de zuster zie. De dokters allemaal, elke kwaal, elke patiënt met zijn verhaal. Het was zo plotseling voorbij, elke vrijdagavond vast was ik erbij. En ik hoor nog steeds zo zacht wat Reinie zei, het ging ook. Weet je nog de weg in MC? Elke kamer, elke kast in elke gang. Al hun stemmen kennen wij zo lang. Ons nationale ziekenhuis van de BV. Zie je nog die tranen op zaal? Zachtjes deelde hij de diagnose mee. Wees maar niet bang. Wees maar niet bang. Weer zie ik dat helder rond gebaar. Het blijft me bij. In die groene polder tegen. Hemelblauw. Het is voorbij. Dokter Van der Woude sprak tot elke vrouw. Hij is weer vrij. Als hij zei, hou jij van mij, ik hou van jou. Ik zal je missen, MCW. Je neemt een stukje van mijn eigen leven mee. Jij mag
eens weten wat je met me deed. Ik moet nog wennen aan het idee. MCW. Voor Arend Jan en Marielle is het voorbij. En ook Dick en Astrid en Guus en Jacob, die zijn weer vrij. En wat gaan trouwens Lisa en Joy en Erik doen? Weet jij? En wat moet Ingrid zonder Jan na dit seizoen? Tja, het is voorbij. Het is helaas voorbij. Er komt een plaatsje vrij. Je was voor mij een echte kampioen. En wat moet ik zonder jou na dit seizoen? Ik zal je missen, MCW. Je neemt een stukje van mijn eigen leven mee. Jij mag best niet weten wat je met me deed. Ik moet nog wennen aan het idee. MCW. Oeh, MCW. MCW. Wat zullen we zeggen? De Midland Big Band, Sjoutje Smit en Danny de Munn. Mooi. Nou hebben jullie niet zomaar die jassen daar net op laten hangen aan die kapstok, want we hebben daar, we wilden toch een soort gepast afscheidscadeautje geven, maar dat moeten wij als eenvoudig programma doen. En toen dachten we, nou zou het zo mooi zijn als daar heel snel een foto van gemaakt wordt van al die jassen. En als we jullie allemaal een vergrote foto daarvan aanbieden, zodat je in ieder geval nog symbolisch weet dat je vanaf nu de jas aan de kapstok hebt gehangen. Ik geef hem namens jullie allen, jullie krijgen hem allemaal zo van mij aan Reinie. Vanaf nu dus gewoon weer Margreet Blanke en bloemen en ja, alleen al namens mezelf heel erg veel dank voor al die jaren prachtige televisie. Dankjewel. Dankjewel. Nou, dat was onze manier om afscheid te nemen van Medisch Centrum West. U heeft nog een hele aflevering van bijna een uur te goed. Ik zou hier tegen iedereen willen zeggen, kom naar beneden. Laten we hier met z'n allen dadelijk gaan zitten met chips erbij en drank zoals dat hoort. Goed Nederlands gebruik is dat om op die manier zo'n serie te consumeren. Dan gaan we met z'n allen een beetje verdrietig zitten zijn bij die laatste Medisch Centrum West. We komen straks na de ster nog even bij u terug. Dan kunt u zien hoe wij hier klaar zitten. Tot zo. Op zeer Hollandse wijze gaan we die laatste aflevering bekijken. Aflevering 100 hier met z'n allen. Hopelijk heeft u thuis ook alles bij de hand. Ik wou jullie nogmaals buitengewoon bedanken dat jullie hier waren als inleiding op aflevering 100 en als afscheid van die serie die voor ons allemaal toch zoveel betekent. En Rob, jij mag hem aankondigen, aflevering 100. Daar is je camera. Oh jee. Misschien je nieuwe baan. Je het is weet een vak. Niet. Zet hem op, Rob. Het is toch moeilijk hoor. Het is echt een vak presenteren. En ik heb geen autocue, dat vind ik heel jammer. Maar goed, ik ben toch een beetje verdrietig dat het inderdaad de laatste aflevering is. Eén anekdote, die zal ik nooit vergeten. En dat is, ik speelde een vrouw in Medisch Centrum West. Naar aanleiding van een bachelorparty. Een vrijgezellenavond. En toen moest Annemiek mij de benen scheren met een lady shave. Maar het fakte ze altijd. En tijdens de opnames gingen ze opeens die hele benen van mij kaal scheren. En ik kon niks zeggen, want ja, die camera liep en dat is toch vrij kostbaar. Die haar op die benen kan ook niet, maar het scheuren praat. Nou, ja. nee, dat hoeft echt niet. Erik nee, voet. Au! Je moet er wat voor over hebben hoor. Linke voet. Dat gaat nooit. Ja, wel, ik heb een lepel. Oh, dit houdt nog geen 5 minuten. En de rechter. Zo, op het was. Tja, zegt ze dadelijk, denk eens nog echt wat ik een verhaal ben. Lieve jongens en meisjes, dames en heren, luisteraars en kijkers. De laatste aflevering van Medisch Centrum West, aflevering 100. Veel kijkplezier. Jullie ook veel plezier.